Dit is de Dutch YouTube Gathering. En ooit was dit het grootste evenement in Nederland voor fans van online creators. 2 dagen lang met meer dan 10.000 man in de jaarbeurs in Utrecht. Wat? De Dutch YouTube Gathering 2018? En de ticketverkoop start vandaag om 5 euro? Dit jaar was er na 10 jaar Dutch YouTube Gathering de laatste editie. Dit is hoe de marketing eruit zag. En dit is hoe het evenement eruit zag. Maar ja, je ziet het. Het is een stuk rustiger dan voorgaande edities. Kijk, je zou denken dat een event gefocust op online creators juist nu heel hard zou gaan. Maar YouTubers vermijden het evenement al jaren. En de organisatie laat weten te moeten stoppen omdat influencers nu te duur zijn geworden. Ik sprak met een aantal van de YouTubers die er van het begin af aan al bij waren. En die zeiden dat het toch iets anders in elkaar zat. We gaan terug naar 2010. In 2010 hadden we al een paar grote namen in Nederland hier op YouTube. We hadden Thomas, Milan, Kelvin, Adolf Hitler. Steenpapier, sure. Maar naast al deze grote namen was er nog iemand in Nederland bezig met YouTube. Ilko Kingma. Die we natuurlijk allemaal kennen van de Ilko Show. We zijn hier vandaag weer in Eindhoven en we gaan een klein interview doen over... Papa Gangnam Style. En Ilko, die zag hier iets heel moois ontstaan op YouTube. En die wou door zijn fascinatie voor online communities... Dat is heel specifiek, oké. Okay. Hij wou iedereen die iets met YouTube Nederland deed samenbrengen... en bedacht met 2 vrienden de Dutch Gathering. Standaard. Er zijn behoorlijk veel mensen. Shit! Ja. De Renataarts, dat moet hij doen. De Renataarts. Wat een groep staat hier toch. Niet normaal, jongens. In een interview vertelt Ilko dat hij 4 maanden bezig was met de organisatie. Van een meeting op een grasveld. Als je bedenkt dat je 4 maanden geleden zoiets opzet en dan... zal ik hier in mijn eentje staan? Maar Ilko ontdekte door zijn fascinatie voor online communities per ongeluk ook iets anders. Influencer marketing. Alle grote namen van 2010 maakten een eigen Dutch Gathering video op hun kanaal en daardoor werd het opeens een ding. Ilko begon met het organiseren van de volgende edities en regelde locaties en sponsoren. En in 2012 kwam zelfs Tim Hofman, die op dat moment tv nog heel vet vond, even polsen. Grote sterren, uitzinnige fans, pers en een heuse rode loper. We zijn niet bij een première, maar bij de YouTube Gathering. Jullie hebben je handtekeningen boekje mee. Goh, hebben we al wat gescoord vandaag? Samir, Samir en Erikos. Jeetje. Ja, goede score, dames. Ja. Oh, je hebt een paar handtekeningen gescoord. Fucking vet. Zo lekker dat Tim hier nog heel neerbuigend doet tegenover alles online, vloggers en zo. Jij bent populair vandaag. Wat sta je te doen? Handtekeningen uitdelen, een beetje aan meisjes voelen, een beetje op de foto gaan. Gewoon handtekeningen, foto's. Dat hij nu dus zeg maar het grootste online platform van Nederland heeft. Dat is een item om trots op te zijn. Vergeet die opleiding. Vloggen, dames en heren. Dat is de toekomst. Ja. Uiteindelijk groeit het evenement door. Van restaurantjes, naar clubs, naar zaaltjes, naar de jaarbeurs in Utrecht. 10.000 bezoekers, volle zalen, grootste acts op het podium en zelfs Domino's Pizza was erbij. De DTG komt eraan en onze vrienden van Domino's zullen aanwezig zijn. Jij kan namelijk de nieuwe Domino's vlogger worden. En hier hebben al die YouTubers natuurlijk ongelooflijk veel geld mee verdiend. Zou je denken. Een event organiseren kost dus fucking veel geld. Ilko was heel snel op zoek naar sponsoren die hem kunnen helpen met het doorgroeien van het evenement. Eerst hadden ze wel een partner, dat is... Apenstaartje, klik, ad klik. For this gathering we actually got a sponsor. So check out ad klik. We're setting up right now. Maar nog bleek het te duur. Vanaf de 3e editie was het mogelijk voor sponsoren om kraampjes te krijgen op het evenement. Vanaf de 6e editie moeten kijkers officieel een kaartje kopen om binnen te komen. Maar krijg je wel een gratis drankje. Vergeet niet, de entree is deze keer 3 euro, maar het eerste drankje krijg je van ons gratis. Hier is hoe het evenement ongeveer werkt. Op de Dutch YouTube Gathering kon je je favoriete creators ontmoeten en verder eigenlijk niet zoveel meer doen. Dus het hele event draaide om en is groot gemaakt door de YouTubers die er aanwezig waren. Tot nu toe komt iedereen nog gratis naar het evenement. En om het eerlijk te houden, belooft Ilko van de stichting Dutch Gathering een non-profit te maken. De DTG is 10 jaar geleden opgezet als een evenement waar ik geen winst mee wilde maken. Alle winst die ik met het evenement maakte moest of datzelfde evenement of het volgende evenement weer terug worden gestoken in het evenement. En uiteindelijk werd het Ilko zijn fulltime baan om dit evenement te organiseren. En daardoor konden uiteindelijk ook alle YouTubers betaald worden.
is wat ik zou willen zeggen. Want dit is waar het een beetje gek wordt. Ik heb met een aantal van de OG YouTubers die er vanaf het begin bij waren gesproken voor deze video. Een hoop daarvan wilde niet herkenbaar in beeld. En zij lieten mij weten dat er bijna geen enkele YouTuber betaald is om bij de Dutch YouTube Gathering te zijn. Sterker nog, omdat het hele event om meet and greets draaide, was je als YouTuber vaak de hele dag gratis aan het werk. D3G is een community evenement. Wij betalen YouTubers niet om hier naartoe te komen. Dat weten heel veel mensen niet. En omdat een event organiseren dus fucking veel geld kost, was er op een hoop gewoon bezuinigd. Er was amper aankleding op het evenement. Vooral dranghekken en zwarte zeilen. Er was geen beveiliging aanwezig. En creators werden vaak besprongen door fans. Door de slechte organisatie en de chaos moesten fans urenlang in de rij staan om hun favoriete creator te ontmoeten. En gingen ze vaak teleurgesteld naar huis. Hoe vinden jullie het dat er overal lange rijen staan? Ik snap het wel, want er komen natuurlijk heel veel mensen, maar... 6000 was echt te veel. Ja. Je moet gewoon te veel mensen teleurstellen. Precies. En daar hebben wij een hekel aan, D&D. Heel fijn om iedereen te zien, maar ik heb niet iedereen persoonlijk kunnen zien. En hier zijn de eerste YouTubers al afgehaakt. Enzo Knol laat weten dat hij sinds 2015 al niet meer komt door de slechte organisatie. Maar ik hoop dat het allemaal goed gaat vandaag. Waarschijnlijk wel. Ik heb wel heel veel vertrouwen in de organisatie. Oftewel Ilko en zijn aanhang van de Dutch YouTube Gathering. En om de kosten nog verder te drukken, worden op het event vrijwilligers ingezet. Dus naast dat de creators aan het werk worden gezet, worden ook nog de fans van de creators aan het werk gezet. Kom bij de Dutch YouTube Gathering werken en dan mag je gratis naar de Dutch YouTube Gathering. Dat is een mooie deal. Het probleem alleen hiermee is dat als je fans van de creators rond hebt lopen als organisatie van het evenement, dat zij dus op plekken kunnen komen die eigenlijk alleen voor de creators zijn. Waardoor de creators vaak ongevraagd worden lastiggevallen of zelfs gefilmd. Maar ondertussen zijn er wel wat centjes, want het event is zo ver gegroeid dat er nu zelfs een Dutch YouTube Gathering kantoor is, dat er bij de stichting Dutch Gathering tussen de 2 en 10 mensen werken volgens LinkedIn, en van die non-profit zijn ze ook al een tijdje afgestapt. De Dutch YouTube Gathering valt nu onder Eik Media en Events BV, een bedrijf van Ilko zelf. En als je die opzoekt op Google, dan staat er dat je die in kan huren voor een onvergetelijke ervaring. In een interview wordt aan Ilko gevraagd hoe hij dan geld verdient aan het evenement, waarop hij zegt, ik verhuur mezelf als evenementenorganisator aan de stichting. Dus er is wel geld. En nog wordt er geen enkele YouTuber betaald om hier te zijn. D3G is een community evenement. Wij betalen YouTubers niet om hier naartoe te komen. Dat weten heel veel mensen niet. En het wordt nog gekker. Want als je als YouTuber aanwezig wil zijn met een eigen plekje, een eigen stand waar je je fans kan ontmoeten en misschien merchandise kan verkopen, dan moet je zelfs geld betalen. Maar van het geld worden ook mooie dingen gedaan. Zo wordt er door een team van 10 man een Dutch YouTube Gathering app gemaakt. Ja mensen, wij zijn vandaag bij Koffieboddel, want we gaan een interview doen met de mensen die achter de D3G app zitten. Jullie zijn de 2 mensen achter de D3G app. 2 mensen van de 10. Ja. Van de 10. Steeds meer YouTubers haken af. De beveiliging op het evenement is zo slecht dat ze zelfs een bekend pedofiel rond liet lopen buiten bij de jaarbeurs. Na een paar jaar in de jaarbeurs verhuist het evenement naar de Brabanthallen in Den Bosch. En in 2019 kondigen ze aan dat de jubileumeditie in 2020 echt een fucking knaller gaat worden. 10 jaar D3G, dat gaan we vieren. We zijn met meerdere locaties in gesprek, maar we gaan het wel op een hele mooie manier aanpakken. En we gaan nog een aantal hele leuke, gave, nieuwe dingen doen die ik nog niet ga verklappen. Maar daar kwam dus een pandemie tussen. Maar dan 2022. Corona is officieel cringe geworden en evenementen mogen weer. Na 2 jaar lang Ilko The Sims te zien spelen op Twitch is het eindelijk zover. Het begon met de marketing. In 2020 bestond het evenement 10 jaar, dus in 2022 wilden ze de jubileumeditie organiseren. En om die aan te kondigen hadden ze een flashy video gemaakt met allemaal beelden uit 2015 en 2016, waardoor het leek alsof het event nog steeds net zo groot was als toen er wel YouTubers waren. Hier moet ik naartoe, moeten tientallen kids gedacht hebben. En dit jaar hadden ze zelfs creators geregeld. Allemaal mensen die het heel vet vinden om dan naar een event te gaan en zich heel belangrijk te voelen en te gedragen, TikTokkers. En ze waren er allemaal. Vijftal, Sarah Dol, Team Plagiaat. Ik ga niet liegen voor je. Ik heb deze mensen nog nooit gezien in mijn hele leven. Zullen we even kijken wat Team Plagiaat doet dan? Ik ga lekker terug naar Lobbyland. Hier is het altijd erg plezant. Ja, dansen en chill, dat is wat ik wil. Hier in Lobbyland. Bij de organisatie zijn ze helemaal overtuigd dat dit mensen naar hun event gaat lokken. Zo erg overtuigd dat ze zelfs losse video's met PNG'tjes van die TikTokkers online gooien.
En ze hebben voor deze editie eindelijk iets anders bedacht dan alleen je kan hier YouTubers ontmoeten. De Dutch YouTube Gathering Awards. En volgens de site bestaat deze gewoon omdat niet alles serieus hoeft te zijn. En de categorieën zijn: maak te weinig TikToks, beste onbestaand uploadschema, gaat elke dag naar de Mac Award. En dan maken ze de plattegrond bekend. Oei. En de hoofdsponsor is #spon influencer marketing. En dat is dus een bedrijf van Ilko zelf. Een influencer marketing bedrijf waarvan het lijkt alsof er verdacht veel campagnes naar de vriendin van een van de eigenaren gaat. Maar dan komt de meest schokkende aankondiging. De Dutch YouTube Gathering in 2022 gaat de allerlaatste Dutch YouTube Gathering worden. Niet omdat het organiseren te duur is geworden, of omdat een event bouwen op alleen mensen ontmoeten dus toch niet heel praktisch is. Nee, omdat de YouTubers te duur zijn geworden. DTG is een community evenement. Wij betalen YouTubers niet om hier naartoe te komen, dat weten heel veel mensen niet. Grote YouTubers komen niet meer gratis naar evenementen. En om iedereen te betalen die we op het evenement willen hebben, is echt onmogelijk. Dus de YouTubers, die het event groot hebben gemaakt, die het event gepromoot hebben, die er vanaf het begin bij waren en nog nooit een enkele euro hebben gezien om aanwezig te zijn op dit evenement, zijn nu te duur geworden. En na deze video gaan ze in de volledige nostalgie-modus. Kunnen we proberen om alle OG-creators weer bij elkaar te krijgen, jongens? Kunnen we... Ken je Bardo nog? Bardo heeft nooit betaald gekregen voor het evenement. Vet, hè? Uiteraard werkt het niet. Op 23 juli 2022 houden ze de allerlaatste Dutch YouTube Gathering in de Brabanthallen in Den Bosch. En ik heb al een hoop beelden gezien op Twitter en op TikTok van mensen die het event lieten zien. Het zag er heel leeg uit, maar ik moet jullie iets bekennen. Ik ben namelijk zelf naar de laatste Dutch YouTube Gathering geweest. Ik kon het niet laten gaan. En al die beelden die jullie hebben gezien, dat is nog niks. Dames en heren, hier zijn we op de allerlaatste Dutch YouTube Gathering. En zoals je kan zien, was er een hoop interesse. Zo, we kwamen hier net aan. En ik schrok er een beetje van hoe rustig het was op de parkeerplaats. 20 auto's of zo. Echt, het is echt heel rustig. Eerste mensen. Het zijn de eerste mensen die we zien vandaag. Zijn cape om. Is dit het? Hey jongens, jullie zijn TikTokkers of zo? Ja? Waar is de gathering? Yo, Egbert. Gewoon rechtdoor. Oké, okay, ja, ik dacht dat dit het was. Ik schrok zeg maar, ik dacht dat dit het was. Nee, ik dacht heel veel beter. Het is wel, maar kom mee. Het wordt niet heel veel beter. Komt goed. Ja, de eerste persoon die ik aansprak hier was een TikToker die mij meteen waarschuwde voor hoe het evenement eruit zag. En niet onterecht. Nou, dit is eigenlijk waar alles gebeurt. Ik laat jullie gaan. Ja. Dat is echt heel pijnlijk. En hier is wat er misging. Aan één kant van de zaal hadden ze een ruimte met 18 meet and greet points. En deze waren vooral om TikTokkers te ontmoeten. Klein probleem, ook al hadden deze TikTokkers honderdduizenden volgers, er kwam bijna niemand opdagen om ze daadwerkelijk te ontmoeten. Hier zien we bijvoorbeeld Team Plagiaat. TikTokkers met bijna 200.000 volgers wachten op hun fans. En naast de meet and greets was er de main stage, waar de hele dag door mensen aan het optreden waren. En ook dit waren vooral weer TikTokkers, waardoor je dus dit soort acts kreeg. En blijkbaar stond het programma van de mainstage zo vast dat op de dag zelf een paar Twitch-streamers nog een Q&A konden inplannen. Je hebt ook een SP gezeten, hè? Ja, ja, twee dagen of zo. Om 2:30 hebben we een SP Q&A, ga je mee? Om 2:30? Ja. Ze waren vergeten dat niemand in het publiek cues voor ze had, dus dat ging er zo aan toe. Ja. Oh, hebben we muziek? Nee, oh god. Ja, ja, ja. Ik heb niet nodig, nee. Oh, regie zoekt muziek. Ja, we gaan niet karaoke doen hier, toch? Oh, echt wel.
Dit is echt het meeste. Ik denk dat dit copyright free is, man. Ik denk dat het gestrikt wordt. Er waren een paar YouTubers met stands, maar ook deze waren aangekleed met dranghekken en zwarte zeilen. De auto van Boas van The Beats, de producer van Finger op de Klitter, was er. En dan hebben we nog de Creator Lounge. Dit was een exclusieve ruimte alleen voor de grootste influencers van het event. Compleet met catering. In de mail, of in de uitnodiging, ik weet niet meer waar het precies stond, stond dat je als creator vandaag in de watten gelegd gaat worden met lekkere hapjes en drankjes hier in de Creator Lounge. Dus daar zijn we vandaag en we gaan een lekker hapje halen. Daar heb ik echt zin in, hoor. Een industriële hoeveelheid koffie of zo. Ik moet wel toevoegen, later op de dag is er nog iemand naar de winkel geweest en hebben ze nog deze snacks neergelegd. Dus thanks voor die. En toen ik terug wou lopen naar de zaal, gebeurde er dit. Voor de mensen die mijn kanaal nog maar net volgen, de video waar mijn kanaal mee doorbrak als het ware, was er een over deze man, Paul Gingalert. Wij hebben jarenlang een soort digitale ruzie gehad en dit was de eerste keer ooit dat wij elkaar zagen. Hey, wacht eens even. Hey, wat leuk te zien. Ik wist niet dat je er ging zijn vandaag. Moet ik even de camera aan? Wat goed. Goeie video had je gemaakt trouwens over de Berghaas. Hey, thanks man. Wat goed. Ja, die vond ik zelfs wel. Ja, ik ben niet goed. Uiteindelijk heb ik nog met een paar kijkers kunnen praten. Dat weet je zo, hè? Weet je zo, hè? Ja. Je doet hem zo, doe jij hem? Ja, wel zo. Dat betekent fuck jou. Is dat fuck jou? Ja. Oei. En toen we weg wilden gaan, konden we gelukkig nog een optreden van Ziggy meepakken. Hey, jongens. En Hanwee werd ook nog bestormd. En zo'n knol roept al 7 jaar lang dat dit dus de reden is dat hij niet komt. Vet om te zien dat ze dat opgelost hebben. Woe! De Dutch YouTube Gathering. Dit was... Oh man. Het is eigenlijk zo raar dat dit event nooit gewerkt heeft. Als je gewoon de YouTubers, de mensen die het event hadden gemaakt, had betrokken erbij of zo. Zorg ervoor dat je event ook iets heeft voor de YouTubers die er naartoe komen. Dan willen YouTubers waarschijnlijk best gratis naar je event komen. Dit jaar was TwitchCon in Amsterdam. En die hadden bijvoorbeeld wel faciliteiten voor creators. En die zorgden ervoor dat de creators gewoon chill rond kunnen lopen. Er was beveiliging. En daar moest je als YouTuber zelfs voor betalen. Ik denk niet dat de YouTubers te duur zijn geworden. Ik denk dat je beter had moeten organiseren. Ik ben heel benieuwd, wat zijn jouw Dutch YouTube Gathering verhalen? Laat het weten in de comments. Thanks voor het kijken en tot die volgende video.